Goedemorgen. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag dagkaartje. If you want to feel supported, I must support myself. Als je je gesteund wil voelen, dan moet je jezelf steunen. Open je hart. Het is niet zo gemakkelijk om in een open hart de wereld, die ons zoveel ervaringen aanbiedt, tegemoet te treden. Het leven geeft ons veel blijheid, liefde en licht, maar laat ons ook een bepaalde mate van pijn, verdriet en lijden zien. Wanneer ons hart open is, nemen we alles in ons op en worden we diep getroffen door alles wat we zien. We sluiten ons niet af voor de pijn van anderen. Bovendien kunnen onze eigen persoonlijke teleurstellingen misschien wel eens hun tol eisen. We voelen ons wellicht klein, eenzaam en overspoeld. De meeste mensen denken waarschijnlijk dat ze niet opgewassen zijn tegen de taak om met een open hart te leven. We zouden kunnen beginnen met ons hartje stap voor stap voorzichtig elke dag wat meer open te stellen, zodat we niet door gevoelens overmand hoeven te worden. Iets wat ons kan helpen in deze situatie om te draaien, is jezelf bewust te worden van de kracht van empathie. Het jezelf openstellen voor het lijden van iemand anders is een revolutionaire daad die gevolgen op energetisch niveau heeft. Een heleboel experimenten met meditatie hebben bewezen dat we ver boven de grenzen van onszelf kunnen uitstijgen. En andere mensen kunnen helen wanneer ons hart is geopend. Een hartmeditatie kan deze kracht aanwakkeren en heelt zowel degene die mediteert als degene op wie deze wordt gefocust. Experimenteer hier eens mee de volgende keer dat je iets pijnlijks ziet of hoort. In plaats van voor je emoties af te sluiten, neem je voor om je gevoelens in je hart te bewaren. Stel je open voor de kosmische energie van universele liefde die in jezelf zit. Deze energie maakt je krachtig. Want het is jouw bescherming die pijn van andere mensen laat transformeren. Haal diep adem en laat jezelf de pijn van de situatie voelen. Terwijl je weet dat je hart groot en sterk genoeg is om deze vast te houden. Terwijl je in- en uitademt, visualiseer je een helend licht dat vanuit jouw kern komt en dat alle mensen die lijden aanraakt. Je zult tijdens dit proces ook je eigen hart helen. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag toegewenst. Namaste.